Suriname Airways, proud to serve you. Ik zie je twijfelen, jongen. Nooit meer twijfelen. Hoezo niet dat staatsolie mentaliteit? Vertrouwen en kunnen. Wat extra's rana mangen, pot geen brief in sa atangen. Alle vrede vroeger drang als zit. Wat extra's rana san. Wat extra's rana ma wa malek mina nga yo. Ik vertrouwen en kunnen. Alles don't do I do. Me brief in me igisani. Dus mijn plan. Me brief in me igisani. Is blijven vertrouwen wat ik kan. Me brief in me igisani. Staatsolie, je bent de man. Me brief in me. Wat echt is rana man in alla uroko ama swing om te zorgen voor een basis idem bakap ching en lek van een kan brimi precies so you can drink vertrouwen eke kunnen alla ting me brimi mi igisani in elle product ja me brimi mi igisani zo wawa maulung ja me brimi mi igisani Luisa medu me brimi nu igisani vertrouwen eke kunnen staatsolia. Tweede paasdag. Balletopvoering in de basiliek. En interview met DJ Chucky. Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van het 10 minuten jeugdjournaal. Vandaag is het de tweede paasdag. Christenen over de hele wereld staan op Pasen stil bij de opstanding van Jezus Christus, zijn verrijzenis. Het jeugdjournaal ging op bezoek bij de Bijbelclub van mevrouw Gloria Liquishu. Samen met de kinderen vertelt zij ons het paasverhaal. De Lijdensweek begint op Palmzondag en eindigt op Stille Zaterdag. En dan is het Pasen. Maar wat is het precies? Nou, op eerste paasdag dan denken we eraan dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. En dat is zoiets geweldigs, want dat betekent dat de dood is overwonnen. En de dood was altijd de laatste vijand van de mens, zegt de Bijbel. Maar omdat Jezus de dood heeft overwonnen, hoeven wij ook nooit meer bang te zijn en erg verdrietig te zijn als iemand doodgaat. Want we mogen weten dat we later elkaar weer terug gaan zien. En om dat goed te vieren hebben we niet alleen eerste paasdag, maar ook tweede paasdag erbij. Ja. Dus op Goede Vrijdag werd Jezus Christus gekruisigd en is hij voor de zonden van de wereld gestorven. Op Stille Zaterdag lag hij in zijn graf en op Pasen verrees hij uit de dood. Als ik zou kiezen tussen Pasen en Kerst, dan denk ik dat ik zeker Pasen zou kiezen. Omdat Pasen, zonder Pasen zouden wij niet gered zijn. Als Jezus niet aan het kruis was gegaan, als God niet zoveel van ons had gehouden dat de Heer Jezus voor ons was gestorven, zijn eigen zoon, de zoon van God. Want de Bijbel zegt, dat God zoveel liefde had voor de wereld, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft, zodat iedereen die in Jezus gelooft, niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven zal hebben. Dus Pasen is de redding van alle christenen. Hij is opgestaan, hij is opgestaan. Pasen
Pasen is belangrijk voor mij, omdat Jezus al onze zonden op zich heeft genomen dat we naar de hemel kunnen. Ik vind het belangrijk, omdat de Heer Jezus niet zomaar voor ons is gekomen naar de aarde. Hij is gekomen voor onze zonden. Op eerste Pasen ga ik naar de kerk en daarna feesten, mijn broertjes jaren. En op tweede Pasen weet ik nog niet wat ik ga doen. Ik ga op Pasen, ik ga mijn huis mooi versieren met paasversierings. We gaan feesten. Voor mij is het belangrijk, want zondag ga ik naar de kerk. En na de kerk ga ik gedoopt worden. Ik wil dopen omdat ik een nieuw volgeling van de Heer Jezus wil zijn. Pasen werd overal op verschillende manieren gevierd. Velen gingen naar de kerk en brachten daarna de dag door met familie. Anderen konden zondagavond genieten van het lijdensverhaal, zoals die werd uitgebeeld door de dansers van Marlene's Ballet tijdens het paasconcert in de Sint Petrus en Paulus Basiliek. Maar voordat het zover was, hebben de dansers heel hard gerepeteerd. De dans gaat over het verhaal van Jezus Christus vanaf de dag van zijn kruisiging tot zijn opstanding. Het uitbeelden van het verhaal ging niet zomaar. De meisjes hebben vanaf januari geoefend hiervoor. In het begin ging het een beetje moeizaam, maar toen moesten ze nog een beetje erin komen van wat moeten we precies uitbeelden. Dus, nadat je hebt geoefend, dan komt het er wel in. Ik ben al zeker 15 jaar op ballet en... Ja, elk stuk is best wel zwaar, dit stuk ook. Maar het lukt aardig. In het dansstuk zijn er verschillende rollen en emoties die uitgebeeld moeten worden. Elke ballerina moet zich kunnen inleven in haar rol. Ik beeld uit Maria Magdalena. Ik beeld meer de troost uit die ik ontvang nadat Jezus gekruisigd is. Mijn inspiratie komt natuurlijk uit de tekst. Je moet natuurlijk eerst weten wat de tekst allemaal inhoudt voordat je een rol kan vervullen. Ja. Mijn paasboodschap is dat iedereen gewoon liefde met elkaar kan delen. Mijn paasboodschap is dat we in vrede met elkaar moeten leven. Dromen is goed en gezond. Het is dan nog mooier als je die grote dromen van je in het echt kan herleven. Dat is zoveel mensen al gelukt. Ook een van werelds beste DJ's, DJ Chucky. Hij vertelt aan jou hoe het hem is gelukt om zijn droom werkelijkheid te maken. Toen ik op mijn 7e verhuisde van Suriname naar Nederland, weet ik nog heel goed dat ik een plaat in mijn koffer had gedaan. Het was, was de soundtrack van Beach Street, een hele oude bekende muziekfilm eigenlijk uit de jaren 80. En dat vergeet ik nooit meer, dat ik die plaat had meegenomen. En volgens mij heb ik die plaat nog steeds. Toen ik 10 was, wist ik eigenlijk niet dat ik DJ wilde worden. Ik wilde wel altijd iets met muziek doen. Ik heb vroeger bijvoorbeeld in dansgroepen gezeten. Ik heb eigenlijk altijd radioshows opgenomen en een beetje lopen knippen en plakken. Maar ik wist nooit dat ik uiteindelijk in de muziek toch in de muziek terecht zou komen. Ik was vroeger altijd met cassettebandjes aan het experimenteren. En op een gegeven moment moest mijn beste vriend op een schoolfeest draaien. Op ons schoolfeest eigenlijk. En ik was hem aan het helpen met het apparatuur aansluiten. En toen ging ik voor hem soundchecken. En toen per ongeluk mixte ik 2 platen aan elkaar. En ik schrok. Ik dacht, hey, dit is wel echt tof. En toen, dat gevoel, ik weet nog heel goed hoe dat aanvoelde. Toen ben ik naar huis gegaan en toen heb ik eigenlijk oude platen bij elkaar gezocht. Oud apparatuur en aangesloten. En zo ben ik eigenlijk erin gerold. Ja, dan groeien van stad naar land en op een gegeven moment had ik een toch een internationale carrière. Ladies and gentlemen, make some noise. 1, 2, 1, 2, 3, let's go. De naam DJ Chucky is eigenlijk een heel makkelijk verhaal. Vroeger was ik altijd met mijn vrienden op straat en
Ik was altijd een beetje de kwajongen van de groep. En vandaar dat ik was ook de kleinste van de groep. Vandaar dat ik ook de naam Chucky kreeg, afgeleid van de film Child's Play. Van die hele stoute pop. Dus daar komt mijn naam eigenlijk vandaan. En toen ik een DJ-naam nodig had, dacht ik van hey, dat is wel... Ja, waarom niet gewoon Chucky dan? Vroeger was het heel moeilijk om zeg maar mijn vak uit te leggen. Maar tegenwoordig, kinderen hebben... Ja, mijn neef is er, en ik is ook. Ja, die hebben tegenwoordig internet. Iedereen heeft Instagram, Twitter of Facebook. Dus ze volgen je op de voet. Dus het is eigenlijk heel makkelijk om mijn werk uit te leggen. Ik probeer dan ook zoveel mogelijk ja, via social media te laten zien wat ik doe. Ik heb eigenlijk de hele wereld gezien. Ik reis de wereld misschien 5 keer per jaar rond. Maar voor mij is het nog speciaal om altijd terug te komen in Suriname. Omdat hier kom ik uiteindelijk vandaan natuurlijk. Ik heb sowieso een boodschap aan de Surinaamse jeugd. Kijk, ik zelf ben ook in Suriname geboren en ja, ben opgegroeid in Biliton, Rijsdijk. En ja, toen ik eigenlijk ambities had om in muziek iets te doen, heb ik ja, eigenlijk gewoon aan mijn droom vastgehouden. Dus mijn boodschap is, geloof in jezelf, vooral geloof in jezelf en laat niemand je iets anders wijs maken. Tuurlijk is het belangrijk om een basisonderwijs te genieten. Wat ik sowieso echt mee heb gekregen is, ik had altijd wel een interesse voor talen. Zo spreek ik volgens mij 8 of 9 talen. En dat heb je wel nodig als je een internationale carrière hebt. Het is wel makkelijk om je verstaanbaar te maken in het Spaans of Portugees of Frans of Duits. Dus ik vind dat ja, het is sowieso belangrijk om ja, toch goed op te letten op school. Vooral rekenen is belangrijk. Dus het is niet onmogelijk om je dromen waar te maken. Als het DJ Chucky is gelukt, dan kan het jou zeker ook lukken. Doe er alles aan om je dromen te verwezenlijken. En dat was het voor vanavond. Geniet van je paasvakantie en tot morgen bij een nieuwe uitzending. Doei doei! Suriname Airways, proud to serve you.